Dag vrienden van het Betere Stripverhaal. Bert Pijper en de Vinnige Vlogger, ja, die gaan toch bij maar eens een klaar vlogje maken. En als ik dat zeg, ja, dan duurt het dikwijls wel wat. Maar goed, kan geen kwaad. Deze keer proberen we het toch iets kutter te maken. Maar het is toch wel voor iets heel speciaals. Want ik heb eindelijk, zeggen ze in Mechelen, mijn stripverzameling van Ralph Diekmans kunnen vervolledigen. Omdat hij maar deze boek nog gestuurd en bezorgd. Over Tom en Bram. Dan gaat hij zeggen, wat komt de naam mee af? Maar nee, lust het goed. De Ralph Diekmans, ja, dat die in Holland krijgt hij altijd maar meer en meer naam. En die net dus in opdracht van Q-Music. Wat kennen dat ook, Q-Music in België? Hè? Natuurlijk niet met Tom en Bram. Hè? Maar Q-Music is bij ons ook gekend. En in Holland is dat heel erg gekend. En hij had de opdracht gekregen om van een van de bekendste duo's en bekendste programma's op Q-Music een strip te maken van Tom en Bram. De mensen die Tom en Bram ook in van België is willen beluisteren, heel plezant. Hè? Dat kunnen dat op elke vrijdagavond, moet ik even zeggen, want ik heb me niet van boten geleerd, van 18 tot 20. 20 uur, dat is al 2 uur. En dan zaterdags en zondags ook nog eens van s'nonus, van s'middags tot 5 uur. Dat zijn de primetime, hè? Ja, maar dat zijn ook twee bekenden, hè? Die Tom en die Bram. En die Bram, dat is nog de meest bekende, want dat is eigenlijk ook een heel bekende influencer. Ja, dat zijn zo van die woorden van de jeugd dat ik ook moet leren, hè? Een influencer, je moet die maar eens opzoeken. Bram Krieken. Ja, dan moet ook eens interessant iets zijn. Dan kunnen dat je nou niet posten, hè, want de mensen zouden nogal ogen trekken van zijn verloofde. Of is hij misschien ondertussen al getrouwd, dat weet ik niet. Maar allez, alleszins, dat zijn dus twee mannen die dat dus op Q-Music presenteren. En waar dat hem dus mocht, of gevraagd toch weer aan hem, om een stripverhaal over te maken. En hij had dat ook gedaan. En wat is nou daar zo speciaal aan? Wel, dat dat allemaal grappen zijn. En hij had die gemokt in 4 maanden. Ja, hier dat is niet in boeken. In 4 maanden had hij dat gemokt. Die had er nogal aan gewerkt. Hè? En hij had hem dus allemaal grappen gemokt rond die twee gasten. Zie je dat in zo'n specifieke stijl? Hè? Echt wel van genoten, want ik heb hem nou gelezen. Het zijn allemaal heel toffe grappen. En als je naar Q-Music luistert in het weekend, dan kun je die ook altijd winnen. Je kunt die altijd winnen, dan sturen ze die op in een pakket. Hè. Ik denk dat ze er nog wel hebben. Maar naar verzoet te krijgen is dat heel moeilijk. Hè. Ja. Dus die grappen die zijn dus allemaal gemokt rond die twee gasten. Hè, die Bram en die Tom. En die zijn dus vooral ook getekend vanuit de studio. En die had dat dus blijkbaar vuil geweest en dingen. Is het tof? Zo van toe zo is een plaat gekend hem wel. Hè. Ja, met zijn grote bril. Hè. Kent hem. Hij had dus wel in die studio geweest om die studio juist te kunnen. Elton John kostte dus niet opkwam, moet ik eerlijk zeggen. Dus om die studio te tekenen, had hem dus wel in de studio geweest. Want die had die helemaal juist getekend. Zelfs wat ze koffie drinken, staat er allemaal juist in. En grappen, ja, je moet ze lezen. Hè. Sommigen zijn heel onvoorspelbaar en komen dan op tende nood. Bijvoorbeeld, hij had ook een grap over België gemokt en over de bekendste hond van België. Hè. Maar dat kunnen we niet verrooien natuurlijk, want je moet hem ook eens lezen. Hè. Deze schrijven me niet weg, hè. Zie je dit? Voilà. Over zijn jeugd van Tom en Bram. Allee, het was echt... ik heb ervan genoten, van dat boekje. En wat dat er ook nog zo belangrijk aan is... Allee, voor mij toch, hè. Ze kunnen er niet veel mee doen. Die natte... De Bram en ik, ja, we komen wel redelijk goed... De Bram, de Ralph en ik, we komen wel redelijk goed overeen. Die net is ook, voor mij... Kijk eens. Hier is dus een... Een blad, hè? Het ijsblad moeten bezien. En daar heeft hij dus normale dingen bij gestoken. Zie je dus? De originele. Twee, hè? Het onderstuk ook, hè? Zie je dat? Dat is toch prachtig, hè? Oh, daar was ik zo blij mee. Ja. En, dat is wel iets speciaal, hè? Want zie je dus? Ik ga al eens even een heel kut filmpje laten zien. En daarin zie je dus dat hem ook een groot... cadeaubouw had voor Tom en Bram in de studio van Q-Music. Ja, echt een bucketlist ding. Maar jongens, het is nu niet afgelopen, want ik heb dadelijk voor jullie nog een heel leuk cadeautje. Oh, is dit een teaser van Ralph? Ja. Jij hebt iets meegenomen. Ja, ik heb... En dat heb, gegeven aan ons. Nou, ik vond de samenwerking dermate plezierig dat ik dacht van, nou, ik moet iets blijvends geven. Leuk, ingepakt inderdaad. Nou. Oh, wat cool zeg. Ja, dit vind ik vet. Joh.
Dit is een originele schets. Het is de originele pagina uit het boek. Alle drie natuurlijk verschillend, want ja, er is maar één origineel. En daaronder de kleurenversie zoals die uiteindelijk in het boek gekomen is. En er zijn er maar drie exemplaren van. Dus cool. Er gaan er ook niet meer van komen. Dus echt iets unieks voor jullie. Ja, rechtsonderin staat nummer 2 van 3. Ja, inderdaad. Ik heb ze ook genummerd. Ja, fantastisch. Heel, nou, heel erg lief, Ralf. Ja. Voilà, heb je het gezien? Dat was toch tof, hè? Ja, Afton Bram Dijkmans in Doeg, met Tom en Bram natuurlijk. Maar hij is ook bezig aan zijn Andersman nummer 8. Hè, zijn reeks van Andersman. En dat gaan wij een beetje anders doen dan het gewoonlijk was. Hè, je ziet hier al een paar teasers voorbij komen. Het gaat wel iets speciaal worden. En Ralf, ja, dat hem het nog kan, ik weet het niet, maar hij verbetert nog altijd. Maar die doen niet anders dan stiekeren en stijl verbeteren. Ja, dit is ongelooflijk. Hij is ook ingeschakeld bij Reboot, bij de uitgever Reboot, om de 61ste boek van Paling & Co. mee te ondersteunen. En daar gaat hem ook weer van alles voor doen. Want zie eens, dat staat ook nog bij wat pakket dat hij mag gestuurde. Zie eens, die man die kan... Dat is dus iets van Paling & Co, van weet het, van de Ralf, hè. En dus zo had hij nog dingen gemokt over Paling & Co. Die kan ik weet niet goed tekenen, hè. Ook in die boek van Andersman gaan dingen inkomen van bijvoorbeeld rond Nero of rond Asterix. En dat kan hem dus allemaal, hè. Dus ja, de nieuwe dingen van Reboot, de nummer 61... Als je nog niet te laat zet, moet het toch nog zeker en vast eens gaan zien op de website van Reboot. Hè, want daar kun je dus nog altijd, of misschien mee, nog intekenen voor de nummer 61 van Paling & Co. in hardcover. Dat wordt een ongelooflijke... hoe moet ik het zeggen? Dat is de primeur, dat is de eerste keer dat gaat gebeuren in Holland. En die voorintekening van die hardcover, maar dat er maar 75 van komen, dat is bezig of dat is al gedaan, dat weet ik niet. Maar ga vooral zeker het nog eens zien op Reboot. En daar werkt hem ook weer allemaal mee, de Ralf. Ja, dat is een echt bezige bij. Ik hoop dat jullie ook toch ooit nog eens een keer aan... Die boek, ja, je moet toch nog iets meer weten over Bram en zo. Ja, in die verhalen, dat hem geschreven, dat wil ik toch nog wel zeggen, het is wat wisselwessel, maar dat kan ik wel. Dat is fictie en feiten doorheen geroefeld. Hè? Dus je ziet daar dingen in die echt gebeurd zijn in de studio. Er zijn natuurlijk ook plezante verhaaltjes bij die niet helemaal juist zijn. Hè? Maar ja, dat zo is het altijd een stripverhaal. Maar die mannen die waren daar echt wel blauw mee. Hè? Dat zag je op dat filmpje. Hè? Goed, ik hoop dat je er toch een beetje van genoten hebt. Deze keer een kutter. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Want de Ralf Dijkmans, ja, dat wordt een naam in Holland. Hè? En in België ook. Want hij komt in al bij al die stripbeurzen en zo. Ralf, nog veel succes. En mensen thuis, let het niet van eens een boek van de Ralf te proberen. En zeker mee te doen aan de Reboot nummer 61 van Paling & Co. Ik heb de andere ook trouwens al. Hè, de eerste van de 60, nummer 60, kun je ook nog verkragen. Maar Reboot, die zie je ook passeren. Alleen zo niet passeren, maar zo ergens van boven of een vermaai. Dat staat dan. Ja, dat is allemaal neven, mannen. Ik ben zo wat aan het experimenteren met die filmpjes. Allee, tot de volgende keer en bedankt voor het zien.